Russel Bruinius. En ik ben Dancy Bruinius. We zijn inmiddels bijna 10 jaar getrouwd. Ik heb in 2010 mijn mooie vrouw leren kennen bij de McDonald's. Ik kreeg eigenlijk ook 2 bonuskinderen bij. En, 2 jaar later, 2012, zijn we eigenlijk getrouwd. En dan als je gaat trouwen, dan wil je toch ook wel kijken voor gezinsuitbreiding. Dus wij enthousiast het leven tegemoet. Maar we kwamen eigenlijk al snel achter dat het niet allemaal zo zelfsprekend is eigenlijk kinderen krijgen. Nou ja, eerst zeggen ze natuurlijk van nou ja, je bent nog vrij jong. Ik zat ook nog op school en werkte en ik denk nou ja, het komt dan wel. Als het komt, dan komt het. Zo stonden we er een beetje in. Maar tegelijkertijd dacht ik ook wel van het komt maar niet. Het duurt maar. En toen in 2015 heb ik een afspraak gemaakt bij de gynaecoloog. Voor de zoveelste keer eigenlijk. Maar nu ook wel meer een beetje gepusht van hey, kan er gekeken worden waarom het eigenlijk zo lang duurt? Want we proberen het nu eigenlijk al een tijdje, maar in ieder geval niks. Toen heb ik een kijkoperatie gehad en toen kwamen ze er eigenlijk achter dat ik 2 verkleefde eierstokken heb. Waardoor het dus eigenlijk bemoeilijkt werd om zwanger te raken, in ieder geval op een, op een natuurlijke manier. Een paar maanden later zou ik dus eigenlijk een afspraak hebben voor een intake, voor een traject. Maar ik was nog heel erg aan het twijfelen en ik dacht van nou ja, ik geloof gewoon dat God het gewoon kan doen. Niet lang daarna raakte ik dus zwanger en toen, eigenlijk wel blij, maar ik kwam dezelfde dag er ook achter dat we zwanger raakten, dat het ook eigenlijk niet goed zat. Toen heb ik weer een operatie gehad, omdat ze het operatief hebben moeten verwijderen, want het was een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ja, dat was eigenlijk best wel een harde klap. Heb ik het eigenlijk eventjes gewoon gelaten voor wat het was, omdat het best wel, ja, het deed gewoon heel veel pijn. Maar iedere maand, wanneer toch wel weer je menstruatie komt, dan is dat toch wel weer heartbreaking. En ja, vergaat op dat moment eventjes je wereld. En dat is gewoon pijnlijk. En zo zijn eigenlijk vanaf 2015 is het eigenlijk zo gegaan. Leven tussen hoop en vrees, elke maand weer eigenlijk hetzelfde. Je gaat maar door en heel veel mensen om mij heen raakten zwanger. En dan is het soms ook wel moeilijk, maar ik bleef wel gewoon hoop houden. Maar ook wanneer ik geen hoop had, dan waren er gewoon genoeg mensen om me heen die wel hoop voor mij hadden. Er zijn ook soms gewoon momenten geweest dat ik zoiets had van weet je, het hoeft voor mij eigenlijk niet meer. In 2020, toen hebben we besloten van oké, Heer, misschien wilt u dat we het wel via een andere weg zeg maar proberen. Dus zijn we eigenlijk het traject gestart. Toen kwam COVID. Toen werd het traject afgeblazen. Op een gegeven moment mochten we wel weer starten, maar ben ik niet gelijk gestart. Want ik vond het allemaal nog wel spannend. Ik denk, ja, COVID is nog niet weg. En straks dan wordt het weer afgeblazen. En ik weet dan niet hoe ik ermee om kan gaan. En de tweede keer hadden we een positief zwangerschapstest. Ja, na zoveel jaar, zo met de eerste buitenbaarmoederlijke zwangerschap ben je toch ook een korte periode heel enthousiast, omdat ja, je hebt een positief test. Dus dan denk ik wel van, oké, het gaat echt gebeuren. Maar toen een paar weken... kreeg ik een miskraam. Ja, zakt wel even de wereld onder je voeten vandaan. En dan ga je toch gauw naar jezelf kijken en ook naar God, als ik eerlijk ben. God van, ja, waarom niet dan, zeg maar. Moet het dan, zijn we verkeerd bezig? Moeten we het gewoon laten? Is het dan echt niet voor ons weggelegd? Ja, toen in februari ja. Van 2021, vorig jaar. Een positieve zwangerschapstest. Ja, toen, dat is een gek gevoel om te omschrijven, omdat je bent heel blij, nogmaals, maar omdat je in je achterhoofd ook hebt van oké, ja, we hebben ook anders meegemaakt en hier waren we al 2 keer eerder en dan komen de dagen. Ja. Dagen gaan voorbij. Ja, en dat worden dan weken, en die weken worden maanden. En dan begint het allemaal echter te worden, zeg maar. En dan op een gegeven moment komt oktober. Ja. En dan, ze was 10 oktober uitgerekend. Maar ze kwam niet. En toen 12 oktober ben ik naar de verloskundige gegaan, ook een afspraak. En toen zei ze, nou ja, wil je dat ik je strip? Ik zei, joh, doe het maar, we zien wel of het wel of niet werkt. En toen eigenlijk in de nacht na zijn connectavond zei ik, volgens mij gaat ze komen, want je voelt een bepaalde pijn. Je kent je lichaam ook wel een beetje, dus ik denk, dit is niet zomaar een krampje. Ik zeg, nee, het gaat beginnen. Dus op 13 oktober, 4:30, is Leilani Harmony Hope Bruinius geboren. Ja. Ik kwam heel verbaasd de wereld in. Mijn wenkbrauw omhoog. Ja. Niet huilend, maar echt zo van, wat doe ik hier? Ja, heel alert. Ja, echt gewoon een wonder en een geschenk van God. Ja, we zijn super dankbaar dat we na 10 jaar eigenlijk onze journey, dat God, je zal het zien, God
de woord is altijd trouw, hij is altijd trouw en ja, geen berg is te hoog voor hem. En ja, dat laat ook weer zien dat na 10 jaar dat we gewoon gezegend zijn met onze mooie prinses Leilani. En ja, ik denk gewoon dat het voor iedereen bemoedigd mag zijn dat God je nooit in de steek zal laten. En waar je ook staat in het leven, hij is er voor jou. Want hij is ook voor ons. Ja, we zijn enorm dankbaar voor ons mooie geschenk Leilani.